In Boskoop realiseerde Royal Matic de volledige keukeninrichting voor een nieuw restaurant in de voormalige stationshal van NS-station Boskoop. Royal Matic leverde en installeerde de keuken en alle installaties en was al in een vroeg stadium betrokken bij het ontwikkelen van het hele plan, dat in de loop van vele gesprekken stap voor stap vorm kreeg. We begeven ons hier op het station in Boskoop. Kijk achter me, je ziet hier de spoorrails liggen en hier aan mijn linkerhand zie je de ontvangsthal. De ontvangsthal werd vroeger gebruikt voor kaartjes halen of kleine andere dingen kopen. Daarna is het dicht gegaan en is er een sportcentrum ingekomen. En binnenkort komt hier een restaurant in. Zoals je kan zien is dit een vrij oud gebouw. Staat ook op monumentenzorg. Dus we moeten ook een klein beetje de buitenkant voor de gemeente in de gaten houden. Ik heb hier de tekening die wij met de klant samen in een aantal gesprekken dus samengevat hebben. En waar we een hele mooie goede tekening met een goede routing van gemaakt hebben. Om de tekening uit te leggen gaan we hier starten in de hoek boven rechts. Hier komt de wasstraat. En dan gaan we iets naar rechts toe, daar komt de combicel. Dat is een combinatie van een koel- en een vriescel. Dus je loopt van de koelcel door een deur heen de vriescel in. We hebben hier gekozen voor een combicel, omdat de combicel ervoor zorgt dat we minder ruimte nodig hebben, omdat de vriesceldeur in de koelcel draait, waardoor we meer ruimte overhouden om dus tafeltjes en stoelen in de zaak te plaatsen. Als derde gaan we nu door naar de vuilnisemmer, die je naar voren klapt om daar dus rotzooi in kwijt te raken. Hier komen twee grote koelwerkbanken onder met één groot roestverstaal blad, wat dus tegen het raam aangemonteerd wordt. Dus één groot geheel om makkelijk ook schoon te halen. In het blad een geïntegreerde spoelbak. En hier komt een geïntegreerde frietsnijder. Dus deze meneer gaat ook verse friet maken. Als je hier kijkt zie je de hele ramenpartij. Dus de klanten die buiten langs lopen kunnen dan zien dat hier ook verse friet gemaakt wordt. Ik loop hier naar de ruimte waar de afzuigkap geplaatst wordt. En hier komen een aantal zware friteuses te staan om dus de zelfgemaakte friet in af te bakken en dan met de klant mee te geven of dat ze hier kunnen eten. Daarnaast komt er een grote hete lucht CQ combi-steamer te staan. In deze combi-steamer kan hij zijn broodjes afbakken en diverse andere dingen doen. En op de hoek, ook zeer belangrijk, een hele mooie koffiemachine. Dan krijgen we hier de voorbalie waar diverse apparatuur neergezet wordt. Hier komt de hoek waar de broodjes gemaakt worden. En dan begeven we hier ons in de toekomstige werkruimte. Hier is een grote ruimte om te werken. En dan het laatste stukje van de balie die ook voor werkruimte en uitgifte gebruikt wordt. En als we dan naar links toe lopen, krijgen we hier allemaal eigenlijk krukjes te staan met zoveel mogelijk stopcontacten. Waar de mensen de iPad en de telefoon kunnen opladen en snel even wat kunnen nuttigen en weer weggaan. Dan lopen we deze ruimte in en deze ruimte wordt benut om zoveel mogelijk tafeltjes en stoeltjes neer te zetten. Waar de mensen even rustig wat kunnen nuttigen. Een kopje koffie, een broodje of iets anders. Dit is een gedeelte waar een koeling geplaatst wordt met allemaal bakjes. Waar die dus de verse broodjes kan maken en dan uitgegeven kan worden. Hier tussenin komt een loopruimte om de klanten in de zaak te kunnen bedienen. Vanaf hier tot bijna aan het einde komt ook weer één groot blad waar diverse apparatuur in geplaatst wordt. Aan de voorkant gaan we roestestalen paaltjes plaatsen met daar glas tussen, dus dat de klanten niet overal bij kunnen. Hier komen drie grote inductieplaten om wokgerecht en andere dingen te maken. Loop je een stukje verder, krijg je hier dus het uitgiftegedeelte. Dus de mensen die binnenkomen, die kunnen gelijk hier dingen bestellen en meenemen als het klaar is. En dan het laatste gedeelte komen twee grote kookplaten om diverse warme gerechten voor te bereiden. Met nog daarnaast een koeling. Aan de voorkant komt er een glaswand ter bescherming dat de klanten niet overal bij kunnen. Hierboven gaan we een grote eiland inductiekap plaatsen. En daar gaan we dus aan alle twee de kanten, dus voor en achter, lucht naar binnen laten komen. En in het midden wordt de geuren worden afgezogen naar buiten toe. Zoals je kan zien is dit nog een vrij kaal pand. Een van de eerste dingen die Royal Matic gaat doen, dat is een combicel achterplaatsen. En de twee afzuigkappen ophangen en deze aansluiten op de installatie die wij ook boven op het dak gaan plaatsen.